Die bruggen, daar, die is nu al te klein. Die heeft nooit gedaan, de beste Harris. Ja, maar ze loopt me altijd achter. Harris die zei, van eerst van die brug is te laag. Die is te laag. Later, en die aan ik voer op Duitsland. Die andere heeft daar ook zulke bruggen en die is te laag. Ik dacht, dat is ook weer maar zwam. Maar nu bleek maar toen voor de duurbak moet hij nog draaien. Ja, dus dan had hij eruit zo die 20 minuten open. En dan met tegenwoordig wegverkeer. Dus die bruggen, ja, die plannen bij die waterstaat, die ben 10 jaar in de maken. En als ze dan eindelijk uitgevoerd worden, dan... Ik ben het nooit eens mee koolsen, tenminste nooit, maar toch weinig dan. Maar wat dat daar betreft, is dit terugzet naar me nu een pond, hè? Ja, daarom. En heel veel gangen stonden. In de oorlog, dat weet je zelf ook, in 1944, daar mocht me mijn pontje over, omdat de bruggen gebombardeerd was. Of in de lucht geblazen met dynamiet. Twee keer achter me komen. Twee keer. Dus dan was dat, nou ja, dat begreep iedereen, dat was een noodhulp. Daar mocht je met de ponten. Maar nu zitten we in 71, of al toen in weet ik wanneer dat hij gekomen is, 68. Dus toen zeiden ze, wacht eens, we leggen de brug een kilometer of drie buiten Sluiskil en laat die mensen allemaal mee een pontje overgaan. Dat is veel beter. Maar dat kost niks? Nee, dat kost niks. Er staan alle dagen drie mensen op die ponten. Die worden elke dag eenmaal geschropt en geverfd, één keer in de maand zeker geloof ik. Vorige week ging ik erop, dan zat er een zware beest. Dan was die net geverfd, Roen. Die zat tik vol met zware beesten, dan eerst erop. Ook ik dacht, dat is morgen weer verven. Dus die daar is al wat aangeverfd. En je kan het er niet over gaan of ze ben aan het verven. Die lonen, die kost niks, geen bar van en die mensen. En dan dat ding, ja. En die uren aan we er daar af moest, of uren, maar je moet er toch altijd, ja, 10 minuten moet je toch wachten meestal. Ja, dan ben ik het niet meer. Ja, je ken je de dienstregeling. Als je de dienstregeling had, dan moet je niet wachten. Ja, en valt dat echt goed op dit? Goed. Oh, ja, maar ik volg nooit de dienstregeling. Ja, iedereen heeft een dienstregeling gehad. Ja, maar ik ken er ook in, maar ik kijk er nooit op. Ik pak die fiets en ik vlieg naar die punten. En als je echt op dit dan maakt, dan was al mijn dochter zijn die allemaal bij zijn. Natuurlijk, maar ik ken tegenwoordig geen mensen aan de overkant wonen, familie en of kennis. En als je dan echt op de rooster te kijken en had er dan geen grote schepen doorgaan, maar ja, dat kan natuurlijk niet, want dan lopen ze het... Dan loopt het programma uit de hand, allee. Ja, om die kleine kunnen ze nog eens omvormen, maar die grote moeten toch dat ding blijven. Ja, natuurlijk, zo'n groot schip kan je niet even afremmen. En dan kan je rechtop aan. En dan van Wetsje terugkomen, dan is het net al dit 11:30 bijvoorbeeld, hè. En dan hou ik door om 11:00 en dan denk ik ook, dat klopt dan. Dat gaat wel goed. Maar in ieder geval, volgens Anita... Maar ja, voor de bruggen moest je ook wel eens staan, maar dat ben je vergeten. Nee, maar dan zag je werkelijk waar je voor stond, hè. Die bruggen die stonden open, dus daar zag je, daar kon je niet over. Maar dat ding, dat ligt toch soms te wachten, dan sta je erop en ja, dan vaart hij weer niet weg, want het is nou zijn tijd niet, zeg je. Alleen, nee, dat is wel. Alleen ga je nu, bijvoorbeeld na 10:00, gaat er ook weer uit, hè. En vanmiddag zei je ook weer, niet met de scholen en met de fabriek, hè. Ja, maar dat vind ik altijd zo onzinnig. Hey, dan fiets ik mijn eigen van de sokken en dan denk ik vooruit, die ligt er, ik kan erop. En dan kom je dan, sta je erop, nou, dan sta je er rustig een kwartier te wachten, dan zit niet meer aan een koffie te drinken. Nou, dan denk ik, mocht ik wel zo hard voor vliegen. Nee, dat vind ik nog niet. Maar in ieder geval, met mijn boerenhuisvrouw verstand, geloof ik toch wel aan ze beter een tunnel geleid hadden. Als dat dan één keer goed gedaan had, dan waren ze er vanaf geweest, denk ik.